Sophie is een ontzettend lief, grappig, leuk, maar een beetje onaangepast karakter. Ik heb het idee dat de sfeer, omdat het aan de sfeer niet zal ontbreken in deze productie. Wat ons heel erg gaat helpen is dat de som der delen nog meer wordt dan al die afzonderlijke delen. Een hele hoop. Ze heeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel tijd, of eigenlijk helemaal geen tijd om na te denken over wat er nou allemaal overkomt. En dat hoort ook een beetje bij de leeftijd dat je de 40 nadert, jonge kinderen hebt, hard werkt en ook nog een beetje een leuk gezins-huwelijksleven op naam probeert te houden. Het is een hele grote film met heel veel grote feesten, met diners. Er wordt in gedanst. Het is een hele bewerkelijke film. Dus de uitdaging zal zijn binnen de beperkingen toch de juiste toon weten te houden. Een humoristische kijk op wij als moderne mensen, wij als moderne vrouwen, randstedelijke levens. Probeer alles willen tegelijkertijd en het geklungel wat erbij hoort en de puinhopen die we daar af en toe bij maken. Ik speel de rol van Casper en dat is een fiscaal jurist. Dat is iemand die heel hard werkt en daardoor weinig thuis is, maar wel de werkdruk al een tijdje voelt. En zodra hij de kans krijgt, omdat het bedrijfje van mijn vrouw, Sof, gespeeld door Lies, goed loopt, en besluit hij sabbatical te nemen. En dan wordt hij huisman. Maar ja, dat, of hij daar de talenten voor bezit, dat is dan nog de vraag. Ik speel een mannetje van alles die bij het cateringbedrijf werkt. Ja, ik speel Najet en zij is eigenlijk Sof's rechterhand in haar cateringbedrijf. Ja, en ze staat met beide benen op de grond, heel erg nuchter en ze werkt heel hard en ze is heel erg zelfverzekerd over haar zaak. Gabi komt in het verhaal als het bedrijfje van Sof wat groter wordt en ze wat versterking nodig heeft. Alleen vindt ze die niet echt bij Gabi, omdat zij nogal onhandig is. Niet alleen in de keuken, maar overal.